echt heel zielig. Dus ze zijn nu met hem bezig. Oh, zo'n verdrietig kindje. En het breekt ook echt mijn hart, weet je. Het is vandaag donderdag. Goedemorgen. We gaan lekker naar oma en de tweede rapportesser. Als jullie het knap vinden, duimpje, dikke duim omhoog. Ja, maar jij gaat eerst naar school en papa gaat je brengen. Ja. Ja. En jij niet, mama. Maar ik kom je zo wel halen. Ja. Ja. Moet je mij een hele dikke kus en knuffel geven. Oh, dan gaan we dat nu al doen. Oh, En wat heb ik vandaag aan? Deze top van Nikki. Die heeft die omslagband. Hij zit alleen niet helemaal netjes meer, zie ik nu. Broek van Friends Connection. En deze hakken zijn van Bata. En we hebben net een afspraak gehad. Die ging heel goed. En Marco is nu werken. En ik ga Sarah ophalen. Dan gaan we naar mijn moeder. Dan lunchen we daar ook met mijn opa. Het is altijd heel gezellig weer met opa. Ik heb Sarah opgehaald uit school en de klasseindeling is bekend. En ik ben er heel erg blij mee. Ze heeft twee vriendinnetjes nu in de klas. Eén die blijft nog in de kleuterklas. Die zat net onder die grens van overgaan. Die is net een paar maandjes jonger. En de andere vriendinnetje die gaat wel. Daar zit ze bij in de klas. En bij een vriendje in de klas. Dus heel erg leuk. Ja. En bij de juffen waar we op hoopten. Dus ik ben echt heel gelukkig hiermee. Mama? Ja? Ik zag twee beste vriendjes lopen. Ja, en? Uit de klas. Je komt bij je vriendin die bijna je buurmeisje is in de klas. Bij Mila, die zien jullie ook bij zijn vlog. Daar komt ze ook bij in de klas. En nog een vriendin van vorig jaar. Ja, Mila. Dus daar komt... Maya en Pien. Ja, je komt echt wel een hele leuke klas. We komen net thuis. Het was ook echt heel gezellig even bij mijn moeder. En in ieder geval met mijn ouders en mijn opa en alles. En we komen thuis. En we zijn nog niet binnen. Sarah, de vriendinnetje staat voor de deur en die is nu daar spelen. Ik ga vast eten klaarzetten. Want zoals iedereen ondertussen een beetje weet, ik heb altijd een hekel aan een lange ruk in de auto. Of in de auto. In de keuken. Dus daar was ik allemaal bezig. En dan komt zometeen mijn schoonmoeder hier ook eten. Dus dat is ook weer gezellig. Eet lekker stampot. Nou, de zomer is toch geen zomer momenteel, dus dan kan dat best. Gewoon een winterzoekers. Meiden zijn nu gezellig hier aan het spelen. Die zijn weer hierheen gekomen. En die hebben weer een of ander klei, slijm, weet ik veel. Vinden jullie het leuk? Ja, maar kijk dan hè. Oh, dit is echt zand. Wauw. Ja, wat is het nou? Is het nou slijm of zand? Zand. En het kan heel goed uit. Fluffy. Het is iets van fluffy slijm. Fluffy slijm zand. Het is een soort putty en dan... Ja. Putty met zand. Putty zand. Het is een soort putty en voor de rest weet ik het niet. Het is wel putty. Ja, ik ben er nooit zo'n fan van zelf. Ik wel. Ja, jullie allemaal. Ja, want wij zijn nog kinderen. Oh, is dat het? Ja. Oh. Ja, kijk. Zag je maar thee? Nee, ik zag het niet. Dat het aan het pakken was. Nee, ik zag het niet. Echt? Nee, ik zag het echt niet. Wow. Ik heb een stukje gepikt. Heb jij een stukje gepikt? Ja, ik had een beetje weinig en nu hebben we een beetje hetzelfde. Ik ben aan het koken, maar het is zo zielig. Nena, het konijntje van Sarah, die is overleden. Echt heel zielig. Dus ze zijn nu met hem bezig. Oh, zo'n verdrietig kindje. En het breekt ook echt mijn hart, weet je. Ik vind het heel zielig voor het konijntje, maar dat hoort erbij. Maar haar verdriet, dat verdriet mij zo. Dat vind ik altijd zo heftig als je kind zoveel verdriet heeft. Echt sneu. Echt zo verdrietig. Ik ben nog even boven bij haar geweest. Toen was ze wakker.
Dat is helemaal aan het huilen. Echt heel sneu. Dat voelt me ook helemaal verdrietig. Nou, ze slaapt nu gelukkig weer. Ik ga denk ik even een stopbroodje pakken. Nou, weet je. Ja. Of fruit. Ik weet het niet. Stopbrood it is. En kijk, deze boter is hier helemaal aan het insmelten. Dus nog even snel dicht houden. Blijft hij doorsmelten omdat het brood nog zo heet is. Zo lekker. Ik ga lekker slapen. Vergeet je niet te abonneren voor de winactie als je dat nog gedaan hebt. Reageer dan ook even op de vlog van dinsdag. En dan zie ik je morgen. Doei!